Het heelal is mensgroot en hierin vindt op elk moment van alles plaats. In dit heelal is een supernova misschien wel het mooiste verschijnsel dat er plaats kan vinden. Een supernova ontstaat als een ster implodeert onder het gewicht van zijn eigen kern. De ster ontvlamt met een lichtkracht van honderden miljoenen zonnen. Een supernova van type 1 is het helderst. Ze hebben een felle piek en doven daarna geleidelijk weer uit. Een witte dwerg trekt materie van een begeleidende ster naar zich toe en neemt deze op. Als de maximale massa van de witte dwerg overschreden wordt, implodeert de witte dwerg door de geweldige zwaartekracht. De daaropvolgende kernfusie in de koolstof en zuurstof zorgt voor een dusdanig sterke reactie dat de volledige witte dwerg explodeert. Een type 2 supernova is een explosie aan het einde van de levenscyclus van een zware ster. Deze komt tot stand als de nucleaire brandstof is verbruikt. Een ster kwalificeert als zwaar als de massa 8 of meer keer groter is dan die van de zon. De buitenste schil explodeert door een implosie van de kern van de ster. Bij het ontstaan van de supernova worden zwaardere elementen de ruimte ingeslingerd. Deze deeltjes zijn nodig om aminozuren te vormen. Deze aminozuren kunnen bindingen met elkaar aangaan om zo peptiden te vormen. In een peptide zijn de aminozuren verbonden met een peptidebinding. Dit zijn verbindingen van een carboxylgroep aan een aminogroep. Eiwitten, de belangrijkste moleculen van het leven, zijn ook peptiden, maar dan veel langer. Waar een peptide meestal maar uit een aantal aminozuren bestaat, kunnen eiwitten uit honderden aminozuren bestaan. Het verschil is dat eiwitten ook structuren aannemen en zich vouwen. De eiwitten zorgen voor heel veel processen in het lichaam. Ook zitten er eiwitten in de celmembraan. Deze zorgen voor het transport van stoffen tussen het cytoplasma in de cel en de buitenwereld. Het celmembraan is opgebouwd uit een dubbele fosfolipidenlaag. Deze fosfolipiden hebben een hydrofiele kop en een hydrofobe staart. Door deze hydrofiele kop en hydrofobe staart gaan de fosfolipiden met de staarten naar elkaar toe liggen. Op deze manier vormen ze een semipermeabel membraan. Dit zorgt ervoor dat stoffen niet vrij door het membraan kunnen bewegen. Hierdoor kan de concentratie opgeloste stoffen in de cel hoger zijn dan die buiten de cel, wat het mogelijk maakt voor bepaalde reacties te verlopen die buiten de cel normaal gesproken niet plaats kunnen vinden. Het speelt een belangrijke rol in het bewegen van de spieren, maar ook bij de celademhaling. Het niet doorlaatbaar zijn voor lading maakt bijvoorbeeld de fotosynthese mogelijk die in plantencellen plaatsvindt. Kort gezegd zou er geen leven mogelijk zijn zonder het celmembraan, omdat het een van de meest cruciale rollen heeft in het leven, namelijk het compartimentaliseren van reacties. Een van de pilaren van het leven. Zo kom je van een van de grootste explosies in het heelal tot een van de kleinste eenheden van leven. Twee zeer verschillende dingen die toch zoveel met elkaar in verbinding staan.